Ja, hallo en welkom bij het Provinciale Statenverkiezingsdebat van Vastgoedmarkt. Hier vanuit de Nieuwspoort in Den Haag. Ik ben Sanne van der Ploeg, ben redacteur woningen bij Vastgoedmarkt. En we gaan het hebben over middenhuur. Want als het aan het kabinet ligt, wordt het middenhuursegment uitgebreid met 350.000 woningen. Waarvan 50.000 moet worden gerealiseerd door woningbouwcorporaties. En de rest door de markt. Maar hoe gaan we dat doen? Bijvoorbeeld in het licht van de regulering, in het licht van de hoge rente. En hoe zien die reguleringsplannen eruit nadat de nieuwe Eerste Kamer is gekozen? Een Eerste Kamer die nog moet gaan beslissen over deze plannen. En die Eerste Kamer wordt samengesteld door de Provinciale Staten. We gaan het erover hebben met Marja Appelman. Je bent directeur woningbouw bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Welkom, Marja. Ja. Tegenover jou zit Jaap van der Bel. Je bent CEO van Altera Vastgoed, een institutionele belegger. Kavies Partiman van Vastgoedbelang. En tegenover jou zit Rob Haans van woningbouwcorporatie De Alliantie. Allemaal welkom. We gaan het debat voeren aan de hand van drie stellingen. En de eerste stelling, het wetsvoorstel regulering middenhuur maakt een einde aan alle onzekerheid in de markt. Marktpartijen kunnen meteen aan de slag. Ja, dan ben jij de aangewezen persoon om af te trappen, Marja. Nou, we moeten ook echt aan de slag. En je ziet dat in de vorige kabinetsperiode er een transitie is geweest waarin veel onzekerheid was over de reguleringen. Waar gaat het heen? Ad hoc regulering werd ook afgedwongen door de Tweede en de Eerste Kamer. En nu hebben we meer een steady pad van wat is er nodig qua woningbouw, qua betaalbaarheid, qua verduurzaamheid tot 2030 en met een doorkijkje ook verder. En die zekerheid die dat biedt met de wetsvoorstellen die nu worden gepresenteerd in deze periode, maakt dat partijen weer weten waar ze aan toe zijn. En ik denk dat vooral partijen met een lange termijn perspectief dan zeggen van oké, met deze zekerheid kunnen we weer instappen. Want zekerheid is toch echt wel nodig om je ondernemerschap uit te oefenen. Ja. Jaap, jij bent zo'n belegger met een lange termijn perspectief. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Heb jij de zekerheid gekregen die je nodig hebt? Nou, wat zeker zo is, is dat als het regelend kader duidelijk is, dan verdwijnt een deel van de onzekerheid. Dan weet je wat de spelregels zijn. En dan kunnen we daarmee werken. Dat betekent nog niet dat alle voorwaarden om ook te komen tot uiteindelijk 900.000 woningen en onze bijdrage erbij nu direct zijn ingevuld met een regelend kader. De belangrijkste voorwaarde in ieder geval vanuit onze kant is kunnen we het kapitaal van de pensioenfondsen ook aantrekken om die woningen te bouwen in de middenhuur. Goede woningen, duurzame woningen. En eigenlijk is, als de regels nu inderdaad door de Eerste Kamer gaan, dan moet je met elkaar aandacht besteden. Dus heb je ook een goed pleidooi gemaakt voor pensioenfondsen om dat geld beschikbaar te stellen. En daar zou nog wel wat aandacht voor kunnen worden ontwikkeld. Er moet wel rendement over blijven. Ja, want zij hebben natuurlijk ook gewoon de plicht op zich om een goed rendement voor alle pensioendeelnemers te realiseren. Dat betekent niet dat het buitensporig is, maar gewoon een goed rendement. En ze zijn oprecht geïnteresseerd in woningen en ook in de verduurzaming van de portefeuille. Dus je hebt in potentie heb je een goede supporter die je kunt aantrekken. Maar dan moet je wel wat meer aandacht besteden aan het noodzakelijke rendement wat ze willen behalen. Ja. Er is veel geld nodig. Die 900.000 woningen is toch zo'n 360 miljard bij elkaar. Is niet alleen maar pensioenfondsen, gaat ook een deel naar de koopsector en de corporatiesector en mogelijk ook de particuliere sector. Maar als wij ons aandeel moeten realiseren, dan moet er meer aandacht worden besteed aan dat rendement. Wat goed is in de regels, is dat nu de verduurzaming ook zijn weg vindt in het WWS. We hopen dat daarmee ook de taxatiebranche het spoor kan volgen. Het pad is uitgezet. En tot nu toe hebben zij het moeilijk om die waardering goed te maken. Maar met regels helpt dat zeker. Ja. Kwaliteit zal altijd voor ons voorop blijven staan. Goede woning, duurzame woning voor de lange termijn. Ja. Dat is nodig. Fiscaal vinden we, dat is misschien niet het terrein van BZK, is dat er wel wat hindernissen op de weg worden gelegd. Ik vind het jammer dat er zo'n achterloos regeltje is in de miljoenennota over de fiscale beleggingsinstelling. Had niet gehoeven. Is nadelig voor beleggers. En dat is eigenlijk ook wat je in de komende tijd met elkaar moet bespreken, overheid, marktpartijen. Waarom doen we dit eigenlijk als je een bepaald doel wil bereiken? Laat het zo meteen nog over geld hebben. Ja. Dat komt helemaal goed. Kavies, hoe kijk jij je tegenaan? Nou ja, ik kan eigenlijk alleen maar ondersteunen wat er zo net is gezegd. Maar er moet wel een redelijk rendement overblijven. Want waar grote pensioenfondsen natuurlijk beleggen voor
ingelegd pensioen van een hele hoop mensen, zijn de particuliere beleggers die voor hun eigen pensioen beleggen. Het zijn vaak hele kleine beleggers, het gaat om 1 tot 3 woningen, die zij dan weer gebruiken voor hun oude dag. Maar tegelijkertijd is dat vaak een vrij oude portefeuille die daar in bezit zit. En die verduurzamingsopgave die er ook aan zit te komen, hè, het wordt ook gewoon straks afgedwongen vanuit die regelgeving. Nou ja, dat zijn dingen die echt wel heel graag worden aangepakt door die beleggers. Maar daar heb je ook wel gewoon een bepaalde verdiencapaciteit tegenover nodig. En als je ziet dat je verdiencapaciteit, hè, het rendement, dat echt niet buitensporig hoog is, omlaag gaat door deze regelgeving en tegelijkertijd zie je dat de rentes zijn gestegen, gecombineerd met die fiscale regels die erbij zijn komen kijken, dan worden deze particuliere beleggers van alle kanten worden ze gemapt. Nou ja, je krijgt op een gegeven moment dan ook geen situatie meer waar het interessant blijft om die woningen in de portefeuille te houden. En dat is echt wel een zorgwekkende ontwikkeling. Dus de zekerheid die je nu vanuit het beleid krijgt, is niet voldoende voor jullie? Nou ja, de zekerheid die we op dit moment vanuit het beleid dat eraan zit te komen krijgen, is dat het niet meer rendabel zal zijn om deze woningen, hè, in kleine portefeuilles te behouden. Nou, daar gaan we zo meteen nog verder over hebben. Rob Haans. Dus we zitten van de Alliantie. Kijk jij naar dit onderwerp? Nou ja, kijk, ik denk dat wat heel goed onderkend wordt, is dat er een enorm tekort is aan middensegment huurwoningen. Ja, want jullie moeten 50.000 gaan realiseren. Ja, bij 50.000, maar in de totale opgave is het een groter segment. Het is een segment wat historisch eigenlijk onderbelicht is gebleven. Je ziet dat er veel energie zit in datgene wat je nodig hebt om sociale huur te maken. Er is decennia lang heel veel gedaan aan het stimuleren van koop en eigen woningbezit. En dat tussensegment is eigenlijk nooit gestimuleerd geweest. Dus het is een segment wat relatief ontbreekt. Wij merken dat we om de dynamiek in de sociale voorraad te houden doorstroming nodig hebben. Mensen moeten aan de hand van hun ontwikkeling van hun inkomen, hun leven, moeten kunnen doorstromen naar eigen woningbezit of naar middensegment huur. En als dat segment er niet is, dan moet er veel gedaan worden om dat segment te vergroten. Er is een aantal jaar geleden gezegd dat corporaties daar minder actief op zouden moeten zijn. Dat is ook gebeurd. Onderwijl zie je dat dat gat niet ingevuld is. En we hebben in ieder geval regelgeving nodig die ervoor zorgt dat er duidelijkheid is over wat is dat segment. En hoe ga je ervoor zorgen dat er in dat segment ook weer voldoende aanbod komt. Ik denk dat de duidelijkheid vanuit de regelgeving eraan komt. Dat helpt. Of dat het ook mogelijk maakt. Ik vind dat dat het onderdeel van de discussie is. Want je zult ervoor moeten zorgen dat partijen die actief zijn in dat middensegment allemaal dat om hun of hun reden goed kunnen doen. Dat corporaties daar hun positie in kunnen bouwen. Daarin kunnen investeren. Misschien moet je aan de kant. Nou goed, daar hebben we het straks over het geld. En ik denk dat je dus ook moet kijken naar wat doen beleggers. En hoe kun je als belegger beleggen? Dat kun je alleen maar als er ook iets te beleggen valt. Ja. En als dat niet kan, dan heb je dus wel een heel duidelijke regelgeving, maar niet een groter wordend segment. Dus ik blijf dat wel een heel belangrijk punt vinden. Ja. We gaan het inderdaad over geld hebben, want dat is een potentieel struikelblok in de ambities die het kabinet heeft. Vandaar ook de volgende stelling. Er is voldoende geld, maar ook bouwgrond beschikbaar om aan de ambities te voldoen. Wie kan ik hier als eerste woord geven? Ja, wat denk jij hiervan? Nou, je noemt twee dingen, hè? Grond, en geld. Grond, ja. En geld. Grond is natuurlijk een beetje ook, daar zit wel de link ook met de provinciale statenverkiezingen. Is welke bestemming willen we aan grond geven en is die ook bebouwbaar? Dus wat willen we precies oplossen in Nederland? Is dat er meer woningen komen. Dus die strijd die er in die provinciale staat eigenlijk zit, daar moet je die plek ook geven aan die middenhuurwoningen. Ik hoop dat dat ook de uitkomst wordt als dan. Als het gaat om geld, ik noemde al even dat 900.000 woningen is een fenomenaal bedrag. Tuurlijk, een deel gaat naar de koopsector. Maar als je het effectief en efficiënt wil doen, dan moet je met elkaar samenwerken. Dat geldt voor, zoals we hier met z'n vieren aan tafel zitten, dan moet je recht doen aan de belangen die er hier zijn verenigd. En dan is het geld te fourneren. Of je dan precies binnen die tijd van nu tot 2030 in staat bent om die 900.000 woningen te realiseren, dat denk ik niet. Maar dat is eigenlijk niet het belangrijkste. Het belangrijkste is dat je wel dat kapitaal langdurig weet te behouden, die investeringsbereidheid vindt. En dan komen die 900.000 woningen, die komen er uiteindelijk wel. Ja, maar niet binnen 2030. Nou, kijk, wat je wel moet onderkennen, dat als er al grond is, los even van de strijd die nog gevoerd moet worden over de bestemming van de grond, dan heb je de procedures, die zouden sneller kunnen.
Dan ga je aanbesteden. Kost ook allemaal geld. Ja. Dus misschien is de start, ziet eruit als een beetje in slow motion. Maar eenmaal op weg, dan zie je wel dat je dat doel kunt halen. Rob? Ja, ik denk, als je om je heen kijkt, heeft Nederland grond zat. Alleen is de grond bestemd? Is de grond ook op redelijk korte termijn beschikbaar? We hebben daar ook heel veel politieke discussie over. Er wordt gekeken, moet alles binnenstedelijk? Er is best een stroming die zegt, doe dat allemaal maar aan de hand van verdichten. Nou, als je alles aan de hand van verdichten wil doen in Nederland met de nieuwbouw, dan is het dat is een van de duurdere manieren van ontwikkelen. En je gaat ook heel veel opgeven. Je krijgt er wat voor terug vanwege de stedelijke infrastructuur, maar je gaat ook heel veel opgeven aan de ruimtelijkheid die er in de steden is. Er is al eens een aantal jaar geleden uitgerekend dat je de helft van de opgave ongeveer binnen steden kan doen en de andere helft dat je die aan de rand van de steden moet doen. En dan moet je bereid zijn om die grond te identificeren. Er is veel gedaan nu aan de hand van 900.000 woningen met de provincies. Vervolgens moet je er ook voor zorgen dat die grond dus beschikbaar komt, dat die bestemd wordt en dat die binnen afzienbare tijd ook te realiseren, dat je daar ook woningbouw op kunt plegen. Er wordt heel erg gekeken naar de doorlooptijd van gebiedsontwikkeling. Dat is een ingewikkeld vak. Er komen heel veel belangen bij elkaar. Om dat goed te doen, heb je tijd nodig. Alleen de tijd die er nu voor staat, die is gemiddeld in Nederland 7 tot 10 jaar... voor tussen het idee en het realiseren van een woning. Dus ik denk dat parallel daaraan, aan het aanwijzen van grond, dat je heel veel moet doen om dat proces scherper te krijgen en te kijken hoe je dat proces kunt verkorten. Ja, ik kan me een onderzoek van Edis herinneren, uit september vorig jaar, meen ik, dat de grondposities voornaamste struikelblok zijn voor corporaties. Ja, de beschikbaarheid van grond. En dan gaat het bij sociale huur vooral om de beschikbaarheid van betaalbare grond. Overigens, dat kun je in eenvoudig oplossen in Nederland. Als je zegt dat voor sociale huur in Nederland er een systeem is waarbij de grondkosten per sociale huurwoning gereguleerd worden. En als je dat doet op het niveau als dat op dit moment in grote steden in Nederland gebruikelijk is, dan maak je dat onderdeel van de exploitatie van je gebied. En die grondkosten sociaal maken betekent tegen een goedkopere prijs, neem ik aan. Ja, dat je een grondprijs hebt die voor een sociale huurwoning acceptabel is. Ja. Dat klopt. Als je dat zou maken als regelgeving in Nederland, ook dat is een deel van de duidelijkheid, dan moet je dat in je gebiedsontwikkelingen kunnen opbrengen. Dan moet je ook ruimte bieden aan gebiedsontwikkelaars om vervolgens ook in het middensegmentdeel en in het koopdeel ook voldoende rendement te kunnen maken. Ja. Nou, wat ons niet helpt, is de waardestijging van de afgelopen aantal jaren. We hebben als Alliantie, vanwege onze boekhoudregels, moeten wij de waardestijging in onze verlies- en winstrekening laten zien. Dus dat ging afgelopen jaren met 1 miljard per jaar. Daar hadden we helemaal niets aan. Zelfs was het schadelijk, omdat we daardoor meer belasting moesten betalen. Die waarde gaat nu weer iets onderuit. En ik denk dat wat dat betreft, en dat is natuurlijk ook ingewikkeld voor woningeigenaren. Mm-hmm. Maar ik denk dat er een waardecorrectie op dit moment gaande is en dat die ook hard nodig is om weer beweging te krijgen in de markt. Waardecorrectie dat gemeentes ook grond moeten gaan afwaarderen voor... Dat zou kunnen, maar er is heel veel grond al lang niet meer in bezit van gemeentes. Wij lopen daar tegenaan. Ja. Dus je zult arrangementen moeten maken, deels in de verdichting. Dan heb je vaak wel de beschikking over grond. En deels in de uitbreiding rondom steden. En dan zul je met grondeigenaren en met ontwikkelaars aan de slag moeten om de waarde die besloten zit in dat gebied, om die ook in te zetten om die gebieden te ontwikkelen. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Marja. Ja, nou, en ik hoor bevestiging in wat Jaap en Rob zeggen en waar we mee bezig zijn. Eerst hebben we met provincies afspraken gemaakt van die 900.000 woningen, die moeten daadwerkelijk gebouwd worden. Waar gaan we dat doen? Voor welke betaalbaarheid? En op dit moment zijn wij die provinciale afspraken aan het vertalen in woondeals per regio. We zijn nu halverwege, met de helft van de provincies hebben we deze week uiteindelijk woondeals afgesloten. En in de komende weken met de overige regio's. Wat we daarin afspreken is, waar wordt concreet wat gebouwd voor welke doelgroep? Dus ook die 100.000 woningen voor de middeninkomens, die worden daarin bestemd. Veel al in concrete locaties vertaald. En waar dat nog niet lukt, gewoon omdat ze lokaal die administratie nog niet zo ver hebben, of dat het een grote verandering ten opzichte is van wat ze deden, dan hebben ze dat later dit jaar klaar. Want er is tot nu toe gewoon gebouwd wat ze lokaal dachten dat ze nodig hadden, of wat ze lokale wens toe hadden.
hadden. En er werd niet gekeken de afgelopen jaren van, hey, de optelsom wat lokaal gebeurt, is dat ook bij wat we nationaal nodig hebben? Ja. En met de woondeals doen we dat wel. En dat is voor sommige gemeenten echt wel een stretch. Zowel politiek als dat ze zeggen, hey, we moeten ons heel anders organiseren, ook financieel. Want in elke gemeente is voor alle doelgroepen zijn woningen nodig, zodat starters kunnen starten, mensen met een groei in het inkomen kunnen doorstromen. Dus die woondeals zijn heel erg belangrijk. Beantwoorden die woondeals aan de financiële zorgen? Nee, die woondeals die letten op die locaties. En dat was een van de twee dingen die je zei. En dat wordt dan ook weer ondersteund door het wetsvoorstel regie dat er nu in consultatie is. Dat het niet alleen bij de bestuurlijke afspraken blijft. Dat is wel het meest effectief. Dat gaat ook het snelst. Maar dat we een stok achter de deur krijgen voor waar dat nodig is, dat we een aanwijzing kunnen doen. En dat gaat over de locaties. En ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Want dan heb je ook die bouwdoorstroming, die zekerheid dat het gaat lukken. En met het wetsvoorstel middenhuur, wat nu ook in de consultatie is, heb je die lange termijn zekerheid van, hey, we gaan reguleren van 187 punten. Dat wordt bij invoering van de wet waarschijnlijk zo ongeveer een huurgrens van rond de 1100 euro. En dat is hard nodig, want als je het over betaalbaarheid hebt, heb je het inderdaad over de betaalbaarheid van de beleggers. Maar je hebt het natuurlijk ook over de betaalbaarheid van de consument. Je ziet dat een groot deel van de particuliere verhuur ging echt goed qua betaalbaarheid. Maar er waren ook deel van de particuliere verhuur waar de stijgingen van de huren zo groot waren als er een nieuwe huurder in kwam, dat het gemiddeld uitkwam op 100 euro... de huurverhoging bij een nieuwe huurder. En in de grote steden was het wel 160 euro stijging. Dat is uiteindelijk niet haalbaar. Daarmee verloren we de woningen in het middensegment. En met het wetsvoorstel middenhuur zorgen we dat we ongeveer 300.000 woningen in prijs kunnen dalen voor gemiddeld 160 euro per maand. En dat is haalbaar. En dat is haalbaar. Dat is nodig. Het is nodig, maar het is haalbaar. Ja, en wij hebben dus balans gezocht en daar hebben we uitgebreid onderzoek naar laten doen. En gesprekken ook geweest met de beleggers en met de bouwers en met de ontwikkelaars. Kan je nog steeds hiervoor bouwen? Het blijft natuurlijk onzeker hoe de rente zich blijft ontwikkelen, hoe de prijzen in de cao's en de bouwprijzen zich blijven ontwikkelen. Maar met de onderzoeken die wij hebben en met de gesprekken die wij gisteravond nog voerden, maar dus echt aan de lopende band voeren met marktpartijen, krijgen we te horen, dit is een goed evenwicht. Hier heb je en de bescherming van de huurder en voldoende investeringsruimte voor de bouwer. Ja, dat is wel waar. De balans tussen de belegger en de bewoner is ontzettend belangrijk. Dat vinden wij zelf ook bij Altera. Het andere punt is eigenlijk die regie op die keten. Het is denk ik goed dat er regionale woondeals wordt getracht om die te maken. Het belangrijkste randvoorwaarden om daarin nog mee te nemen zijn eigenlijk die vanuit een andere domeinen komen. Dus de stikstof, het water en alles en de landbouw. Dat is denk ik ook wel het linkje met de Provinciale Staten. Ja. Ook de provincies moeten snappen dat je moet doelen stellen. En als dit een belangrijk doel is, dan moet je die andere dossiers, andere domeinen daarop laten aansluiten. Anders gebeurt het niet. Ja. Dan krijgen we een soort kortsluiting daar. Ja. Maar daar kan ik je geruststellen, de helft van de woondeals bestaat juist uit dit soort voorwaarden. Ja. Dus wij zeggen wel eens vanuit de directie woningbouw bij het Rijk hebben we te maken met alle ministeries. Alleen tot nu toe niet het ministerie van Defensie. Maar dat zal in de toekomst ook komen wanneer zij vastgoed gaan afstoten. Maar je hebt helemaal gelijk. Dus de helft van de woondeals gaat er ook om die zorgen te adresseren en oplossingen te vinden. Voor als er stikstof of geluidsvraagstukken of water- en bodemvraagstukken zijn. Ja. Wat we dan ook afspreken in al die woondeals, kijk, dit is het overzicht van de locaties nu. Die staan gewoon na te lezen in de woondeals. Maar als er ergens een tegenslag is, om een van die redenen bijvoorbeeld, zorg dan dat je met de lokale overheden, de marktpartijen en de waterschappen als dat nodig is, of een andere organisatie als dat nodig is, dat je samen op zoek gaat naar nieuwe locaties. En dat kan dan inderdaad voor de korte termijn misschien wel wat vaker een buitenstedelijke locatie zijn. In de huidige economische omstandigheden kan je daar misschien wel wat meer snelheid maken. Dat onderscheid ik wel. Het is wel opvallend. Hè? We hebben natuurlijk ook met de NOVI, de omgevingsvisie enzovoort. Mm-hmm.
Er is ook wel politiek om dit probleem heen gedraaid. Dus op het moment dat duidelijk werd dat het niet allemaal binnenstedelijk kon, is eigenlijk zelfs letterlijk in die tekst geschreven, dan beginnen we binnenstedelijk. En daarmee vertraag je ongeveer met de helft van datgene wat nodig is. En we weten hoe ingewikkeld het is om dat tempo te maken. En, ja. Nou, ik sluit heel graag aan. Woningen zijn natuurlijk voor een deel een belegging. Dat heb je nodig om het te kunnen financieren. Er zijn ook andere arrangementen. Kijk naar hoe het met corporaties gaat. Of hoe je soms met specifieke regelingen dit van de grond kunt krijgen. Dat kun je ook doen door huurders of door kopers te stimuleren. Daar hebben we ook heel veel ervaring mee in Nederland. Maar primair is een huis een plek waar iemand moet wonen. En wij maken dagelijks mee dat er gewoon meer mensen zijn dan huizen. Mm-hmm. En dat houdt in dat kinderen tot hun 30ste op zolder blijven wonen. Dat als je scheidt, dat na een scheiding een paar ma 100 kilometer uit elkaar komen. Als ik even mag onderbreken, want dat sluit ook mooi aan op mijn laatste stelling. Ja. En dat gaat erom, kijk ook vooral naar jou, Kavies, dat particuliere beleggers noodzakelijk zijn voor voldoende middenhuurwoningen. Ze zijn deel van de oplossing en niet van het probleem. Nee, helemaal mee eens. Ook als je kijkt naar de totale woningvoorraad die in bezit is van particuliere woningbeleggers, 800.000 woningen in Nederland, is een behoorlijk aantal. En als ik dan bijvoorbeeld luister naar wat Maya zegt, hè, 160 euro stijgingen in prijzen, et cetera. Maar er wordt ook wel gekeken naar die woningmarkt alsof het een homogeen gegeven is. Wat in Amsterdam reëel is, hoeft in Drenthe niet reëel te zijn. En op dit moment wordt er wetgeving gemaakt, of is wetgeving eigenlijk nu al in consultatie, die eigenlijk heel Nederland platslaat. Dat is niet het geval. Want je moet gaan kijken naar hoe die nuanceverschillen erin liggen. En daadwerkelijk, een huurstijging van 160 euro klinkt heel erg veel. Ik zal er ook van schrikken. Maar als je nou een huurder hebt gehad die 30 jaar in een woning heeft gezeten en die huurprijs op die manier geleidelijk aan is gestegen, maar niet conform is van wat daar gebruikelijk is in zo'n gebied, en je krijgt een nieuw contract, ja, dan kan het zomaar zijn dat die aangepast wordt. Het is het frame dat wordt gecreëerd is altijd dat het buitenproportioneel is. En dat klopt in veel gevallen niet, want de particuliere belegger, die heeft ook een bepaalde verantwoordelijkheid. Die wil ook het liefst een goede huurder in zijn woning hebben, die er voor een langere termijn in blijft, zodat je gewoon een lange termijn rendement uit kan halen. En je op die manier je pensioenopbouw kan doen. Ja. En het wordt consequent, wordt er al door gezegd, ja, het gaat daar mis in die particuliere huursector. En dat wil ik echt wel met klem bestrijden. Er is een kleine groep die daar echt wel dingen doet die het daglicht niet mogen zien. Dat willen wij ook niet. Vanuit onze organisatie hebben we ook onze gedragscode. Maar als blijkt de leden van ons zich niet houden aan wat eigenlijk aanvaardbaar is, dat we daar ook tegen kunnen optreden, dat we daar ook gewoon goede gesprekken over kunnen voeren. En die gesprekken voeren we ook graag met de verschillende overheden en met het Rijk, om te kijken hoe we dat gewoon op een goede manier vorm kunnen geven. Maar dan willen we ook wel gewoon goed gehoord worden, want daadwerkelijk zijn die gesprekken gevoerd door het ministerie met de beleggers, met de bouwers en ook met ons. Maar als je kijkt naar de uitwerking van beleid, dan wordt er primair gekeken naar wat kunnen de institutionele beleggers doen. Zorgen we ervoor dat de projectontwikkelaren wel door kunnen gaan. En de particuliere belegger, ja, die hebben we gehoord. En dat is echt wel... Ben je daarmee eens, Marjo? Ja, wat... ik ben niet van de kwalificaties of stijgingen te sterk zijn geweest of zo. Maar wat wel een feit is, is dat het een gemêleerde groep is, de particuliere beleggers. Waarin een groot deel echt goed bezig is, ook met die lange termijn perspectief. Maar het is ook zo dat 40% van de huren nu hoger zijn dan de WWS-puntentelling rechtvaardigt. Ja. En met de regulering van de middenhuur gaan die huren omlaag naar wat de woningwaarderingsstelsel aan puntenkwalificatie meegeeft. We zorgen ook dat, en dat is ook een van de uitvloeisels van de gesprekken met de particuliere beleggers, dat het woningwaarderingsstelsel weer wordt gemoderniseerd. Beter kijken naar de energielabels en wat buitenruimtewaard is. En in die woningwaarderingsstelsel zit al differentiatie over Nederland, omdat de locatie waar de woning staat best wel zwaar weegt in de puntentelling. Nee, je bent het niet mee eens. Kijk, die locatie die wordt meegewogen in een WOZ, maar dat heb je dan weer ook gekapt. Dus daar zit je al. En daarom hebben wij in het verleden ook wel gepleit ervoor om die mietspiegel toe te passen in Nederland. Want dan kijk je naar wat reëel is in een bepaald gebied. En dan kan een gebied ook gewaardeerd worden op de waarde die het heeft. Want terecht wordt gezegd, hè, die woningen die worden duurder verhuurd dan het WWS zou toestaan. Maar dan ga je ervan uit dat het WWS leidend zou moeten zijn. En dat wordt nu gedaan, terwijl het WWS daar helemaal nooit voor bedoeld was. Het was bedoeld voor de sociale huursector. We trekken het nu gewoon één op één door. En zetten een paar puntjes erbij. Wat buitenruimte en et cetera wordt erbij gezet. En er worden wat extra punten gegeven voor verduurzaming. Terecht, die verduurzaming moet gebeuren. Maar dan, dat is een aanname geweest dat het WWS leidend zou moeten zijn. En daar zijn wij
over het algemeen niet eens over. Ik denk dat iedereen erbij gebaat is wanneer de prijs van de huur... Want het is een woning, dat is het primaire goed. Een prijs van een woning passend is bij de kwaliteit van de woning. En op die manier meer middenhuur realiseert, want dat doen we allemaal aan deze tafel. We hebben natuurlijk afgelopen jaren wel gezien, als je de afgelopen 5, 6 jaar kijkt... dan zijn die huren wel echt gewoon extreem gestegen. En ik vind het dan van belang om vooral te kijken, dat deed ik met je, naar de absolute huurniveaus. Want de stijging, dat kan historisch zijn dat mensen een relatief heel lage huur hebben nog vanuit de geschiedenis. En dan heb je een hoge stijging. Maar als je naar de absolute huurniveaus kijkt, ik vind het heel mooi om te horen dat jullie ook pleiten om daar naar een vorm van maatschappelijke normering te gaan. Om ook de exoten daaruit weg te halen. En dat exoten heel erg beeldbepalend zijn, dat herken ik ook. Maar dat is ook feitelijk aan de hand. Als ik zie dat in steden als Amsterdam, maar ook in Almere en ook in Amersfoort, mensen voor met z'n tweeën in een huis moeten wonen voor €2000. Waarbij dat dezelfde woning in de reguliere huur of in de middenhuur eigenlijk €800 waard is. Dan is dat wel aan de hand. En het zou helpen als we die exoten nadrukkelijker weten te voorkomen. Door middel van normering en wetgeving. Want dat zou het vertrouwen in dat wat zo strikt noodzakelijk is, het beleggen in woningen zou dat vergroten. En ik denk dat de vraag die er ligt, heb je beleggers nodig? Natuurlijk, want het is ondenkbaar dat Nederland alle middensegmenthuren van de staat uit beschikbaar gaat stellen. Ja. Dat is ook heel ongezond. Dat is ook ongezond omdat je op die manier kwaliteitsimpuls, gedrag van consumenten volstrekt buiten werking stelt. Ik moet er helaas een einde aan maken. We zijn door onze tijd heen. Ik zie dat je op je stoel aan het draaien bent. Dat zal het voor de koffie na afloop moeten zijn. Ja. Ik wil jullie allemaal hartelijk bedanken voor jullie aanwezigheid hier aan tafel bij dit debat. En u bedankt voor het kijken. Graag tot de volgende.